Ja, die is handig. Kun jij dat dan ook surfen of zo, of is dat lastig? Ja, dat lukt wel. Zijn jullie aan de tafel? Ja. Goed. Internet klaar, heel klaar. Spreken is klaar. Nou, van harte welkom bij Holland in het Nieuws. Wij zijn heel blij dat wij Rinke Meijer bereid gevonden hebben om een gesprek aan te gaan met Casper van Borg. En dat gesprek dat zal vooral ter uurvoering zijn, want de heren die kennen elkaar vrij goed wel. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ons gaan vertellen en waar jullie je in gaan verdiepen. Even ter introductie, Rinke Meijer, beeldend kunstenaar. Ik denk zeker dat wij in Nederland en in de Haagse regio bekend, langdurig vertegenwoordigd door een image. Nou, prachtige schilderij, tekeningen met een grote punt. Zelf opgeleid in Amsterdam en in Arnhem. En ook gedoseerd hier in Den Haag volgens mij als gastdocent. Ja. En vervolgens Artes Arnhem. En dat is ook waar jullie link volgens mij ligt. Daar heb jij, als het goed is, Casper begeleid. Volgens mij is dat genoeg of wat. Ik zou zeggen, start het gesprek en verras ons. Ja. En ja. Drie kwartier, hè? Ja. Toch. Had iemand een eierwekker? Ik hou de tijd niet in de gaten, hoor. Oh, toppie. Gewoon, en dan gaat de alarm op. Ja. Mocht het dan nog interessant zijn, gaan we door. Hè? Maar als we te zacht praten, moet je het zeggen. Het galmt een beetje. Het is mij niet helemaal duidelijk of het verstaanbaar is. Is het voor de dingen goed? Oké. Okay. Kun jij... Ja, kunnen jullie wel goed horen allemaal? Ja. Ik ben eigenlijk maar kunstenaar, hè? Dus ik ben geen echte interviewer. Ik doe dit bijna nooit. Behalve op de academie, maar dan zit er bijna nooit publiek bij. Ja, de camera maakt me niet zoveel uit, maar publiek is er bijna nooit bij. Dus, dat kunnen we negeren. Ja, daar gaan we ons best voor doen. Ja. Maar of zij ons negeren, weet ik niet. Laten we eens beginnen. Ik heb natuurlijk dit boek heel erg uitgebreid bestudeerd. Dat kent iedereen zo ongeveer vermoedelijk wel. The Pink Elephant. Ik vond het wel grappig. Het enige schilderij wat ik ken nog van de academie, wat hij onder een soort van mijn supervisie gemaakt heeft. Ja, misschien is het een laag anders. Dat is The Elephant Man. Daar zit ook het woord olifant in. Deze heb ik gezien nog in het echt. Toen Casper afstudeerde in Arnhem in 2003. Staat hij ook niet eens meer op? Staat hij er niet eens meer op? Nee. Nou, kijk, dat schilderij heet Elephant Man, maar we zien een jongen op zijn reet en op zijn kont staat een olifant. Ja. Oké, okay. Ik dacht een biggetje. Ja, het is multi-interpretabel. Oh, daar beginnen we al. daar was ik al bang voor. En dan heb je een schilderij, dat heet de Pink Elephant. Ja. Hebben we die? Anders een die hebben we wel. Manier. En daar staat daar ook een olifant op? Is dat een event nummer 2 en dan Pink Elephant? Is dit waar je de titel van het boek vandaan hebt? Ja. Vertel. Daar komt hij. Nou, ik kan hem zo er even bij zetten. Nou ja, dat schilderij heet Event nummer 2. Het is een deel van een serie van meerdere schilderijen die die titel hebben. Maar deze heeft als subtitel Pink Elephant, omdat het dan... Ja, het is een grote scène, er gebeurt heel veel. Je kan er eindeloos naar kijken en allerlei verbanden leggen. Dus er lijkt van alles op te gebeuren. Maar misschien datgene wat eigenlijk iedereen probeert te omzeilen, dus de olifant in de kamer. Daar verwijst dan de Pink Elephant naar. We zien hem niet, maar hij is er wel. En hoe heet dit schilderij dan? Dit schilderij heet Offspring. Niet Black Elephant of... Nee. Oké.
Hier zien we ineens heel ik liep binnen en ik denk, eindelijk herken ik iemand. Ja. Want bij jou hebben ze of heel vaak zo'n zak over de kop, of het is helemaal weggeveegd. Of, en ineens denk ik, ik weet niet, Kim Jong-un of zoiets, of hoe heet iemand? Ja, Kim Jong-un. En dan Trump en Obama. Of, precies. Ja, of Poetin. Of Poetin. Vertel eens, hoe kom je erbij om een tweeluik te maken met die twee historische figuren en iemand in een apenpak? Nou, ik laat me wel graag inspireren door allerlei beelden die ik tegenkom. Dat kunnen of beelden uit de krant zijn of juist meer historisch archiefmateriaal wat ik dan bewust opzoek of wat je gewoon zo tegenkomt. En dat noem je dat googelen, dat toch? Ja, ik heb gewoon eigenlijk een heel beeldarchief gewoon ook op de computer staan van allerlei beeldjes waaruit ik dan kan gasduinen als ik op zoek ben naar nieuwe inspiratie. Maar voor dit specifieke schilderij wil ik eigenlijk wel een beeld maken met die twee figuren, juist omdat ze ook zo dominant aanwezig zijn in de media en ook zo symbool zijn, dat ze ook zo larger than life eigenlijk zijn. Als je googelt, dan kom je op hun. Ja, bijna alles. Tik je in mens en dan krijg je het. Eigenlijk alles wat je intikt, kom je natuurlijk wel ergens bij hun terecht, maar vooral... Ook als je gorilla intikt, kom je ja, wel zeker. Terug. Ja, en bij Obama, als je Obama bij een mens intikt, kom je bij Obama waarschijnlijk, of niet? Ja. Zie je dat zelf ook zo? Vind je dat echt, vind je Obama, vond je dat een goede president en vind je hem een eikel? Of? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, het zal niet de enige zijn. Is dit dan ook, is dit dan ook dat zo'n aap erbij zit, is dat ook een soort kritiek? Ja, zo kun je het opvatten. Ik vind het meer ook... Jij vindt niks, jij stopt alles, dat weet ook volgens mij iedereen. Ja. Maar we gaan toch een poging wagen natuurlijk. Nou, die aap. Niet zomaar, ik bedoel, je kunt ook een kip doen of... Nee, maar het heet ook offspring, omdat het natuurlijk mensen en de aap hebben dezelfde voorouders, als je ver genoeg gaat. Dat was ik ook benieuwd naar de evolutie. Dat dacht ik, daar moeten we ook over hebben. Ja, dus daar kunnen we het over hebben. Nee, omdat ze natuurlijk allebei dezelfde oorsprong hebben. En dat is schilderij dan... Ja. Maar je zegt niet de mens stapt van de aap af, toch? Dat weet ik niet. Nee, dat is een foutje als mensen dat zeggen, maar dat maakt niet uit. Nee, ze hebben dezelfde oorsprong. Onderbrak, ja, en vertel verder. Dus daar gaat het dan meer over. En dat je natuurlijk heel veel interpretaties aan kan hangen. Dat zij als een gorilla op de rots staan. Ja, ze staan niet echt op de rots, maar goed, ze zitten eronder. Maar dat zij natuurlijk hoog op de apenrots staan. En dat je kan afvragen, wie heeft er nou meer voor te zeggen? Eigenlijk is dat de mens of is dat het dier? Omdat er ook door die omgeving, door allerlei natuurlijke elementen in zo'n schilderij te stoppen of verwijzingen naar de natuur en of dat dan wel goed gaat. Ze zijn eigenlijk een burgerse bush, of ik kom uit Arnhem natuurlijk, maar ik zo'n een soort bush of zo. Ja. Ze zijn in de jungle. Nadrukkelijk teruggeplaatst in een soort paradijstuin of zo? Een paradijstuin. Het is meer een soort explosie die ergens plaatsvindt. Allerlei exploderende elementen zijn het meer. Oh ja, want daar zat ik daar ook naar te kijken. Zijn dat barst ook allemaal? Ik dacht, wat is dat allemaal? Maar ik dacht even aan Judaspenning. Ja. Maar iets valt. Daar, dit explodeert meer en dat valt. Of zweeft het? Het is allebei. Het zijn eigenlijk inderdaad bij dat schilderij, deze ook, het zijn dan van het oorspronkelijke beeldmateriaal dat daarvoor gebruikt, dat zijn dan planten. Die dan als schilderend eigenlijk steeds verder geabstraheerd. Oh, toch wel. Dus als ik Judaspenning zeg, dan oké. Ja, okay. Ja, dus het zijn eigenlijk plantmotieven die dan steeds meer ook puur een drager van verf en kleur en expressie worden. Dus het is ook helemaal niet bedoeld als zijn de plant, zowel daar niet als hier niet, maar meer een motief om met verf aan de slag te gaan. En ook, maar dat trappen wij niet in. Dat trappen wij niet in. Om het beeld eigenlijk wat verder te realiseren. Dus er is ook geen zelfportret? Niet in de letterlijke zin, nee. Maar ik zie wel, ik zie jou hoor. Ja, het heet wel performance painter. Ah. Dus je bent het hele... Ze zien net pas een piep een beetje, toch? Had je niet ook ergens een soort schilderij? Je had ergens in een tekst, ging het ook ergens over, toen moest ik daar ook aan denken. Ik weet niet of ik dat kan vinden. Dus je schildert het, maar je ontkent het meteen weer, hè? Dat doe je toch steeds? Ja. Ja. Wat
laten we even terug gaan, hier komen we op terug. We gaan bij het begin beginnen. 1981, ben je nu 37. Helemaal goed. Is het dan niet tijd om het dood te gaan? Want de meesten gaan op 27 of 37 dood. 27, dus ik ben al te laat. Maakt het je dat? Maar dat is muziek, hè? Dus ik weet niet of de schilderkunst ook een magische leven heeft. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Raphaël, geloof ik, is niet zo oud, toch? Nee, maar. Er zijn ook heel veel die heel oud worden, dus je hebt wel goede hoop. Ja. Picasso en wie waren allemaal nog meer, Chagall en zo, die werden allemaal keihard, toch? Als je je ogen dan nog maar kunt houden. Ben je wel eens bang om blind te worden? Ja, ik zit er wat over na te denken of ik nou liever blind of doof word. En dat vind ik heel lastig om daar een keuze te moeten maken. Maar je componeert dus ook. Ik weet ook, ik word liever doof dan. Stel je voor, dat is de volgende vraag. Als je stel je voor dat je liever blind wordt, wat ga je dan doen? Dan ga ik nog wel schilderen, denk ik. Oké, maar, maar je hebt dan wel je oren nog. Ja, dus dan hoor ik misschien hoe ik schilder. Nee, maar ik denk als je. Ik weet het dus ook niet. Dus misschien wil ik ook wel toch wel liever doof worden, maar dan ben je zo helemaal geïsoleerd. Dan kun je geen muziek meer horen. Oh, ja. Dat vind ik ook heel erg jammer. Jij schildert op muziek altijd, hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor soort muziek is dat? Nou, dat is heel variërend. Dat varieert heel erg van net wat ik nodig heb, of ook van welke stemming ik ben. Ook een beetje tijdstip van de dag. Je schildert veel 's nachts, of althans, dat vind je wel fijn dat er dan geen mensen zijn? Ja, vooral 's avonds. Is je vriendin er dan ook niet? Want er is ook een vriendin, hè? Ja, die staat daar zo achter de camera, een beetje verstopt. Is zij er dan ook niet? Nou, die is er vaak wel. Ah. Ja. Maar goed, die zit ergens in het. We hebben een heel groot atelier met z'n tweeën. Ah, en zij zit dan ergens verstopt in een hokje ergens boven, dus dan heb ik de ruimte aan mezelf. Verstopt ze zichzelf in dat hokje of doe jij dat? Nee, of? Ik doe dan de deur dicht. Maar schildert zij ook of doet zij achter de computer of zo? Ja, ze is veel met film bezig, maar ze schildert ook. Beide. Ja. Heb jij nooit behoefte om een ander métier erbij te nemen? Ik bedoel, je bent echt een schilder puur zang, maar ik lees al iets over studietjes en een enkel ding op papier is er wel eens geweest. Ja. Maar ik herinner me van jou van toen ook eigenlijk alleen gewoon olieverf op doek. Ja. Ik heb wel, ik maak wel tekeningen ter voorbereiding, schetsen, maar dat is puur gewoon alleen voor mezelf. Ik denk dat als je hebt ook geen neiging om niet te exposeren? Nee. Je bewaart ze wel? Ja. Okay. Als ik naar een ander medium zou stappen, zou ik denk ik eerder ofwel dan misschien grafiek gaan maken. Nee. Omdat het toch al wel ook wel een raakvlak heeft met schilderen. Of juist driedimensionaal dingen gaan doen. Kan ik me voorstellen dat ik dat op een gegeven moment wel ga proberen. Dat je dan, dat ik met kleine schetsjes iets met hout maak of klei lijkt me ook heel leuk om daar gewoon mee bezig te zijn. Ik heb daar nog geen concrete voorstelling van hoe het dan eruit gaat zien, maar het zou me zo kunnen. Je eindigt, ik vond het trouwens wel een goede tekst, ik weet niet even hoe ze ook weer heten, maar die tekst voorin is heel helder. Van Nanda Jansen. Ja, die is heel goed. En dan gaat het over de olieverfman en de schildertraditie en de romantische schilder. Wat is een romantische schilder? Ze benoemt even drie dingen. Ja. Dat je een olieverfman bent, dat zien we om ons heen. Ja, dat zit er nooit stiekem acryl onder of tempera? Of... Nee, ik heb dat wel eens gedaan als ik echt in tijdnood zit. Dat ik denk van ik moet die onderlagen, het moet gewoon wat sneller drogen, dan gebruik ik acryl. Maar dat is bij deze allemaal. En waarom moet het sneller drogen? Want je houdt van dat langzame? Ja, maar ja, soms heb je een beetje haast. Oh, okay. Ja. Ik las al iets over dat er dan toch weer een expo aankomt of zo. Vind je dat vervelend, die haast, of vind je dat ook wel prettig? Nee, ik vind het ook wel prettig. Ja, ja, omdat je kan een schilderij, of het schilderen, dat kan een eindeloos proces is. Dat een schilderij is ook denk ik nooit echt helemaal nee, af. Dat is een beetje, je hebt een soort deadline nodig om te denken, oké, nu is het gewoon klaar, want het moet naar dus in dit geval een expositie toe en dan is het ook goed. En dan trek je het atelier uit. En op het moment dat je het dan niet meer ziet in die context van verf en penselen en kleur en de reuk van terpentijn, dan is het vaak ook goed. Als ik het zo hier zie, deze schilderij in dit geval, dan er zit geen verf op de muren, dus ik heb mijn materiaal is niet gereed, dus ik kan er ook niet aan verder. Dus dan is je zou geneigd zijn om eindeloos aan een en dezelfde schepping verder te arbeiden? Of dat gevaar is er wel, ja. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik het dan altijd doe, maar omdat je dan... Wat is dan het gevaar? Nadat je dan toch denkt, van, die
kleur kan nog anders, of die vorm kan anders. Het kan altijd, alles kan altijd anders. Nou heb je het inderdaad over de formele middelen, maar als je het nooit, dan kan een kleur anders, dan kan een vorm anders. Maar, ja, maar dan denk je niet van, er moet gewoon een poppetje bij, want die is eenzaam. Dat, zo denk je niet. Nou, dat zou dan op een gegeven moment de conclusie kunnen zijn. Toch wel? Ja, oké. Okay. Ja. En is er ook iets met de geslachten? In het begin wel voor je werk, hè? Als we naar dat hele vroege werk kijken, wat hier dan nog wel in staat. Wat je kort na de academie, we hadden het al over die jongen die op de kont zit met een desnoods ook een kontje van een jonge olifant. Jouw kont is groter dan die van dat olifantje, maar goed. Dan in het echt, ik herinner me dit schilderij nog supergoed. Eindeloos veel mooi en dan op reproductie overblijft. Dat moet u zich wel realiseren. Dat gezichtje van dat meisje bijvoorbeeld, dat is echt super, dat herinner ik me nog. Ja. Heel mooi geschilderd. Er blijft, ook al zijn de reproducties prima, blijft toch niet zoveel van over. Maar je gaat op een gegeven moment ga je echt vrij realistisch schilderen, ja. Een tijd. Dat wordt hier ook in beschreven. Was toen Lucien Freud je grootste held, zullen we zeggen? Of ja, een van je, wie nog meer toen? Ik vond Balthus ook heel inspirerend. Oké, okay, oh ja. Dat is dan meer het verhalende karakter daarvan. Ja, dan kom je bij de spanning tussen de geslachten eventueel ook uit, toch? Ja, en Marlène Dumas vond ik ook wel een boeiende schilder in de tijd waar ik veel naar keek. Ja, maar dan zitten we eigenlijk al, want dat wordt ook beschreven, dan zit je alweer op een ander spoor. Want bij Lucien Freud gaat het om de huid, wordt hier althans gesteld. En bij Marlène Dumas gaat het om de psychologie. Ja. En toen kwam er was nog een soort derde lijn. Want je ging, ik zal het simpeler maken, je kwam van de academie, toen kon je een tijd dit soort echte lichamen heel goed schilderen. Lucien Freud en Balthus. Maar op een gegeven moment kwam je in een soort crisis terecht. Je dacht van ja, er zijn mensen die in de lijn van Lucien Freud huid schilderen, portretten. Je kunt meer psychologisch doen zoals Marlène Dumas. En wat was nou die derde, weet jij dat nog? Ja, het was een verhaal dat ik dacht van ja, ik kan daar... Dat heeft eigenlijk geen zin om die weg van vooral een soort portretten die je hier ziet. Bijvoorbeeld deze. Ja. Ja, ik dacht ik kan op die manier verder gaan, maar dat heeft naar mijn idee had het gewoon niet zo heel veel zin. Omdat ik daarin dus voor mijn gevoel vast ging lopen. Omdat je dan of heel erg dus op de huid kan focussen, op de anatomische. En de psychologische effecten die daarbij horen, of je gaat nog juist meer dat verinnerlijken, dat je dus meer op de Marlène Dumas tour gaat, maar dat is natuurlijk al heel duidelijk. En die derde weg was iets, een soort formele weg of zo werd beschreven, dacht ik, hè? Ja, dat je dus nog meer eigenlijk dat hele psychologische aspect helemaal eruit laat, en dus veel meer inderdaad het gaat een beetje abstraheren of deduceren tot de meer vormentaal. Ja. Maar dat is dan niet een weg die ik toen interessant vond om te verkennen. Ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon ook een beetje af van dat figuratieve, in die zin van het hele anatomische. Ja. En het focussen op die gezichten en de spanning daar eventueel in af te nemen. Heeft dat ook te maken met dat je in dat vroege werk zie je eigenlijk een lichaam met een soort achterwand, zoals zo'n grijs. Daar is eigenlijk niks. Ja. Dus je had behoefte om meer een soort ingewikkelde picturale ruimte te maken. Ja, precies. Ook omdat heel veel mensen dan zich wel afvroegen van ja, wat gebeurt er dan met zo'n persoon? Wat gaat er in zijn of haar hoofd om? En dus ja, wat is de context van dat ingekaderde beeld wat je ziet? Dus je zoomt echt uit. Nu, ja, nou, dat soort vragen kreeg ik vaak van mensen. En toen dacht ik, ja, misschien is het ook juist wel interessant om inderdaad te gaan uitzoomen en te focussen op meer die context die er dan dus wel ergens natuurlijk is. Omdat ook al zoom je in op iemand, het is altijd door het afbeelden van een mens heb je eigenlijk per definitie een soort verhalend schilderij. Er zit altijd een kern van een verhaal in. Altijd, ja, lijkt me ook. Dus dat... Maar kwam je daar op toen je naar toen op een gegeven moment, je hebt best lang gewacht om een master te gaan doen. Er zit 8 jaar tussen of zo, toch? Of ja. Ja, best lang. Ja. En niet dat het uitmaakt. Ik was 30 toen naar de Rijksacademie ging, dus ik was niet per se meer... Maar kwam je er zelf niet goed uit en dacht, dan ga ik maar dat doen? Of kwam je er eigenlijk wel uit, maar zag je gewoon een soort boost? Nou, ik denk dat ik er misschien zelf ook wel uit was gewoon, maar ik zat sowieso ook al wel te overwegen om een master te gaan doen. Ik had er al wel eerder naar gekeken. En op een gegeven moment kreeg ik ook wel het idee van, ja, misschien is het juist ook in het buitenland is het heel interessant om dat te doen, omdat dan...
Nederland heeft natuurlijk een bepaalde schildertraditie, maar België heeft die ook. En daar zit ik eigenlijk dichter tegenaan, tegen die Belgische. Ah, kun je dat uitleggen aan ons? Ja, omdat als je kijkt naar typisch Belgische kunstenaars als wat verder terug, niet heel ver terug, maar Ensor bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk de grondvader van het modernisme in België. En schilders van nu, zoals Luc Tuymans of Michael Borremans. Hebben we daar plaatjes van of kent iedereen dat wel? Nou, ik heb wel Borremans. Hier, wie kent hem niet? Michael Borremans. Zo. Dat zijn er dus best veel. Nou, dan moet je laten zien. Die leeft ook nog, hè? Die leeft nog. Hij is volgens mij ergens, zal een jaar of 60 zijn, denk ik. Maar hij is nadrukkelijk tekenaar en schilder, hè? Ja. Maar zijn schilderijen zijn heel erg op foto's gebaseerd. Ja. Dus dat ligt eigenlijk wat dichter hierbij. Zit dat een beetje dan tussen wat jij later bent gaan doen en dat wat je vroeger deed in of zo? Want dit is een beetje zo. Dit is niet helemaal zoals jij het nu doet. Nee. Maar toch, wat hebben die Belgen precies te vertellen, denk je, dat Ensor en Borremans? Nou, ik denk dus dat in België is het gewoon een sterkere schildertraditie, meer vanuit het, dus inderdaad meer dat romantische beeld van de schilder die in zijn atelier zit en die met verf zijn eigen wereld aan het vormgeven is. Terwijl als je dus die tegenstelling tussen Nederland en België bekijkt, dan is Nederland natuurlijk veel meer gericht op de traditie van Mondriaan, dus veel meer het formalisme, ook verder het idee daarachter natuurlijk, het conceptuele karakter van de kunst, staat dan wat sterker centraal dan in vergelijking met de Belgische kunstenaars. Dus zie je de Belgen dan eigenlijk een soort surrealisten, weet je? Eigenlijk bijna altijd. Ja, sowieso het hele land is natuurlijk een beetje surrealistisch. Ja. Ja, het hele land is geen land eigenlijk ook, hè? Nee, ja precies. Ja. Dus ja, wat is het? Het is ook geen echte taal. Het is geen Nederlands, het is geen Frans. Het is maar dat vind jij fijn. Zo'n Nederland is alles te helder, te streng. Ja. Maar jij komt uit Lobit. Is dat dan een katholieke omgeving of zo nog van origine? Ja. Ah, oké. Okay. Jij hebt iets, voor mijn gevoel, ook iets protestants over je. Ja, zou je dat zeggen, hoor? Dus nou ja, zeg. Nee, dat kan ik niet goed duiden, denk ik. Maar ik zou niet meteen denken, echt zo'n vrolijke katholiek. Je hebt ook iets heel ingetogens. Ja, maar dat is misschien omdat Lobit net op een grensvlak ligt. Het is, beneden de rivieren is katholiek en boven is protestant. En Duitsland dan, met de andere kant weer op? Ja. Heb je ook iets met die Duitsers, de Duitse schilderkunst, Neo-Rauch? Ja, zeker. Maar is dat dan voor je gevoel heel anders dan de Belgen? Ja, ik denk dat de Duitsers iets. We generaliseren het even. Ja, ik denk wel dat. De Duitsers. Okay. De Belgische schilderkunst is inderdaad een surrealistische. Ja. Denk ik. Maar de Duitse schilderkunst is misschien. Ja, die gaat weer wat dieper, denk ik. Er zit wat meer verwijzingen, ook misschien in literatuur. Okay. En Neo-Rauch vinden. Als ik het niet zou kennen, zou ik het misschien een Belg vinden. Ja. Een Neo-Rauch, laten we even zien. Vind je dat nou typisch Duitse schilderkunst? Ja, dat vraag ik van jou, hoor. Neo-Rauch, kent u dat een beetje? We moeten eigenlijk een beetje plaatje hebben. We gaan natuurlijk een plaatje laten zien. Ja. Precies, klopt. Dit is nogal wat vroeger werk van Neo-Rauch. Later gaat hij alsmaar realistischer schilderen en die schilderijen worden steeds complexer en steeds groter, hè? Ja, bijna als een soort grote toneelvoorstelling vind ik het, omdat hij ook binnenruimtes en buitenruimtes combineert en een soort film in één beeld gecomprimeerd wordt. Eigenlijk doet hij best veel waar jij ook naar zoekt, toch? Ja. Een beetje? Ja, alleen als ik mezelf dan zou moeten vergelijken met hem, dan vind ik dat de vrijheid in het schilderen, die is bij hem steeds meer en meer ingeperkt, lijkt het wel. Omdat hij, waardoor is hij gevangen genomen, vind je? Nou, ik denk door zijn beeldtaal. En, door een soort vorm van realisme ook? Ja. Vind je dat hij zichzelf herhaalt? Vind je het nog interessant wat hij doet? Nou, ik vond als je dan, hij had afgelopen jaar in Zwolle, in de fundatie, een groot overzicht. Ik vind zijn vroege werk eigenlijk veel interessanter. En op een gegeven moment vind ik het een beetje inkakken. En dan de meest recente werken die daar hingen, die vond ik op zich wel weer de moeite. Okay. Maar ik vind dat hij zich wel inderdaad in hetgeen wat hij doet, een soort recept wat hij dan heeft,
Het wordt een recept. Het ja, wordt het vastzet. Ja. Ja, ik denk dat wel. Jij bent wel nog veel meer aan het zoeken, ja. Stoort me bij hem ook een beetje hoor. Dat het een beetje te denken, ja, oh ja, nog één. In detail heb ik van hand bij dat detail gelaten en niet nog die hele massa eromheen. Super knap. Het is een beetje wat Rubens ook heeft, vind ik. Het is een super goede schilder, Rubens. Maar op een gegeven moment denk je, oh ja, nog eens een altaarstuk. Dan lijkt het alsof de bezieling er niet altijd helemaal mee in zit. Ja. Toch? Oh, we zijn het eens, dat is mooi. Kun je iets vertellen over die decors? Je ziet het als decors. Het is natuurlijk een oud bekend fenomeen dat het een soort decorachtige diepte heeft, een schilderij. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Waarom refereer je zo nadrukkelijk aan toneel? Nou, waarom noem je bijvoorbeeld film? Film vind ik ook een hele belangrijke inspiratie. Okay. Juist door, door die veelheid aan associaties die film heeft. Want film natuurlijk denk ik, kun je heel veel vertellen, kun je heel veel laten zien. En het gaat ook maar door, dus je kan het niet even stilzetten. Ja, je kan het ook wel stilzetten, maar het is een soort stortvloed aan beelden die je over je heen krijgt in film. Met allerlei connotaties en combinaties van media. Maar ik denk dat schilderkunst in die zin wel te vergelijken valt. Met film, omdat je daar ook natuurlijk altijd heel veel referenties in hebt zitten. Ja. Maar ja, je zit met een stil uit een film, je zit nooit met alle scènes achter elkaar. Nee, maar dat een stil is nooit ook een stil, want ook al is een schilderij natuurlijk een op zichzelf staand beeld, je bekijkt het nooit als een op zichzelf staand beeld, maar je natuurlijk altijd schilderijen bekijken in de context van zo'n expositie, dat je het ene schilderij gaat bekijken en dan de volgende schilderij, dus dan ga je automatisch ook al vergelijken, maar je vergelijkt het ook met het hele beeldarchief wat je in je hoofd hebt zitten, met de beelden die op straat ziet. Met... Schilder je ook dingen uit je hoofd of heb je altijd plaatjes? Ik kan niks uit mijn hoofd schilderen, hè? Dat gaat allemaal mis. Ja, nee, dus ik een enkele keer, maar het merendeel van die schilderijen dat is gewoon gebaseerd op collages inderdaad. En dat gaat echt plakken knippen. Ik las iets over, je maakt alles eerst, kun je dat is misschien leuk om even uit te diepen. Je hebt een enorme hoeveelheid plaatjes in je computer. Ja. Daar haal je plaatjes uit, die print je in zwart-wit. Ja. Waarom in zwart-wit? Omdat ik het fijn vind om de kleur eigenlijk helemaal aan het schilderproces over te laten. Dus door me daardoor niet te laten beïnvloeden door de kleuren die foto's al hebben. Ja. Maar dus als ik begin met beelden, dan maak ik dus meestal dan een collage ter voorbereiding. Omdat ik dan ofwel wel een beeld in mijn hoofd heb wat ik ongeveer wil maken. Ja, maar dat is interessant. Wat heb je dan in je hoofd? Nou, bijvoorbeeld in dit geval, bijvoorbeeld dit schilderij, wist ik dat ik iets wil doen met het gegeven van die twee figuren die je natuurlijk overal tegenkomt in de media. Zonder dat je ze natuurlijk eigenlijk kent, ook omdat het een soort archetypes al zijn geworden. Omdat ze zo grotesk zijn en zo large dan life. Doe je niet vaak toch? Dat je echt van die bekende politiek, ik bedoel, ik herken bijna nooit iemand. Nee, maar is dat voor jou een hele stap dan? Vind je dat moeilijk dat je ineens, iedereen kan ze herkennen? Ja. Vind je dat een probleem? Nee. Het is denk ik wel goed om dat ook te proberen. Om te kijken van wat dat oplevert en of dat beeld functioneert, of dat überhaupt overeind blijft. En hoe lang zoek je dan naar plaatjes van die lui? Moet je dan heel lang zoeken naar dat die man eindelijk een keer een beetje kijkt zoals jij wil? Of kijk je altijd zoals jij wil? Ja, eigenlijk wel. En hij kijkt ook altijd zoals jij wil? Ja, nee, daar heb je natuurlijk wel de schilderkundige vrijheid. Dat is ook, het ging ook niet om echt een portret van die twee te maken. Dus het gezicht is ook eigenlijk maar heel sumier weergegeven. Ja. Maar ze zijn zo herkenbaar. Omdat alleen dan door de houding en de contour zou ook al voldoende zijn. En dan heb je dan één foto gebruikt? Of er zijn meerdere foto's en dan moet je die hand er zo ingeknipt. En hoe komt dan zo'n explosie? Zoek je die ook op internet of kun je die uit je hoofd? Nou, dat is dan wel ook ergens. Volgens mij is eigenlijk de bron van dat beeld, van dat stuk van het beeld, is gewoon hele felle zonneschijn. Oké. Dat is een ander plaatje weer. Ja. Hoeveel plaatjes heb je bijvoorbeeld voor dit ding gebruikt? 4 of 20 of? Nee, een stuk of 10. Oh, best veel dus. Ja. Voor allerlei onderdelen. Is die aap wel in één keer zo? Ja. Één aap? Één aap. En kies je dan zomaar een gorilla? Of is het Bakito die ooit die mevrouw aanviel? Of? Nee, dat is dan gewoon een gorilla. Een gorilla. Ja. En die wordt dan geel gaandeweg, want je hebt een zwart-wit plaatje. Ja. Die wordt geel. Ik maak hem geel. Wat heb je met geel? Want dat viel wel op, hè? Staat ook ergens, geloof ik wel. Je hebt iets met geel. Nou, ik vond geel eigenlijk vroeger een hele moeilijke kleur om in mijn schilderij te gebruiken. Als je kijkt naar het oude werk, daar zit eigenlijk heel weinig geel in. Nee, klopt. Ja, dat is waar. Veel meer dan blauw tinten of groenen.
maar weinig geel. Waarom is geel een moeilijke kleur dan, ja, denk je? Ik vond het toen heel moeilijk om toe te passen. Omdat ik dus veel met mensenfiguren bezig was. En natuurlijk zit in je huidmengsel, gebruik je daar ook wel wat geel voor, maar meer nog eigenlijk. Ja. Maar je jasje dan altijd? Ja, dus op een gegeven moment ben ik dat meer gaan gebruiken. En het is een hele lekkere, knallende kleur, een hele sprekende kleur. Ik hou wel van die felle kleuren die, maar dat is dan ja, meer gewoon puur schildertaal, maar die ook lekker kan dekken. Vinden ze je dan niet minder intellectueel? Want ik heb altijd het idee dat heel veel van die mensen die zo beroemd worden, zoals Marlene Dumas en Luc Tuymans en Bormans, die drukken de kleur allemaal terug. Want dan lijkt het werk veel conceptueler. Of zeg ja, iets stoms. Dat is dan echt hier. Dat is denk ik, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Neo Rauch, die doet dat dan weer niet. Nee, dat klopt. Daar heb je een punt. Maar daar wil je wel aan ontsnappen. Je wil niet zo streng. Ik was even bang toen je naar Gent ging, dacht ik even van, dan gaat hij heel streng poppetjes schilderen en dan alle kleur eruit en steeds fotografischer. Snap je? Ja. Dat is een soort, dat zie je meer mensen doen en dan lijkt het heel intellectueel. Ja, nou dat was het misschien ook wel in het begin. Dat de eerste boeken die ik daar maakte, dat waren... Ja, die hebben dat nog iets, zie je ze? Nou, kan je ook. De eerste waren eigenlijk helemaal zo wit. Dat is het eerste wat je daar maakte? Met houtskool, dus op een manier eigenlijk om los te komen van het deel wat we voorheen gebruikten. Ja, hier zit er wel. Dat is ook vandaar. Ja. En op een gegeven moment gingen die medestudenten op jou schelden. Kan jij eens, dat vond ik heel grappig. Je hebt Arnhem gedaan. Ja. Hij heeft de docentenopleiding gedaan, dat heb ik ook gedaan, niet verder vertellen, want het staat nergens beschreven, maar dat doe ik ook nooit. Want dat is ook weer minder, hè? Ja, dat is gewoon toch een beetje lager niveau wat wij hebben gedaan, eigenlijk officieel. Ja. En daarom moesten we ook een master doen, anders worden we niet serieus genomen. Maar toen je daarheen ging, waarmee ben je aangenomen? Wel met het werk van na de academie? Wel met die... Ja, ik heb gewoon een portfolio laten zien van alles wat ik had gemaakt sinds dat ik dus inderdaad uit Arnhem dat maakt niet dus mee. Inderdaad is gedaan met die olifant en alles wat erna kwam. Nou, ik ben net aangenomen, denk ik. Was een gesprek, dat waren de juffen, zeg maar, ja, de docenten. Ja, dat was best pittig, ja. Ja? Ja. Want kun je dat vinden wij leuk om te horen. Omdat ze net... ze vonden het veel van hetzelfde, ze vonden het amateuristisch, ze vonden het... Jemig, amateuristisch geschilderd? Ja. Allemachtig. Oei. Ja. Vond ik niet hoor, maar... ze vonden het heel plat. Ik laat zijn werk nu wel eens aan eerstejaarsstudenten zien, althans op plaatje. Dan zeggen ze allemaal, wow. Dat is... Kom, is dat een van ons? Ik zeg, ja. Ja. Ja, nou ja, dat houden jullie dan niet, maar... Maar wat grappig zeg. Dus in Arnhem deed je het eigenlijk supergoed. Ja. Was je wereldberoemd toen je afstudeerde. En dat was ook hartstikke goed. Vond ik. En dan ga je daarheen en ineens amateuristisch. Wat zei je dan meer? Ja, ze vonden het heel plat en weinig diepgang hebben. Weinig diepgang? Ja. Oké. Okay. Dus dat waren die docenten. En, ja. en wat zeiden die medestudenten? Die zeiden überhaupt niks. Nou, maar er staat iets van dat ze op een gegeven moment ook... Ik dacht dat het over medestudenten op een gegeven moment ging. Die zeggen dan ook iets van dat ze het... ook misschien te anekdoot, ik weet het niet meer. Ja, nee, ja dan ook dat zeiden... Ze vonden sowieso inderdaad... tenminste, veel van de medestudenten, toen ze op een gegeven moment begonnen te praten, dat duurde dan een half jaar, denk ik. Ze konden allemaal geen Engels. Waren het allemaal Belgen of zo? Ja, waren Belgen. Oh ja. Ja. Nee, die vonden het van het figuratie, daar waren ze gewoon niet mee bezig. Dat vonden ze heel achterhaald en ze vonden het inderdaad anekdotisch. Jemig. Ze hadden het ook over omdat er eigenlijk zo'n tegenstelling was. Er was nog één andere klasgenootje die ook al figuratief bezig was. En wij waren dan de figuratiefkus. De figuratiefkus. En zij waren dan abstract. Dus daar voelden ze zich... Oh, abstract. Echt waar? Ja. Dus hoe moet ik me dat voorstellen? Gewoon, wat is abstract? Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Dus de een was gewoon bezig met... Ook eigenlijk heel abollig en traditioneel met geometrische vormen. Ja. En de ander was meer bezig met materia. Dat heeft natuurlijk ook als een... Ook abollig. Ja. Maar zij waande zich verder dan jij was. Ja. Ja. En die docenten dan? Heb je een beeld van wat zij maakten? Of waren dat niet eens schilders?
Nou, jawel, want bijvoorbeeld Michael Bormans, die gaf ook les daar op het kast in Gent. En die vond figuratie ook op bollen. Ja, nee, die is met ruzie weggegaan. Oh! Ze vonden hem ook niks. Echt, serieus? Andere docenten, ja. Of van wat van lui zijn dat dan daar? Zijn zij ook heel beroemd? Nou ja, sommigen. Ja, niet zo beroemd als een Bormans, maar Vincent Gijskens is toch, in België dan is het wel een gerespecteerd schilder. En wat maakt zo iemand dan? Figuratief werk. Wel? Ja. Hij mag het wel? Hij mag het wel. Ah, oké. Okay. Ja. Zijn er ook poppetjes op bij hem? Ja. Oké. Ja. En wat kun je dan, kon je er een beetje grip op krijgen wat ze bedoelden dan? Want nou, je gaat nog naar zijn opleiding om toch weer invloeden. Anders ga je er beter niet gaan. Ja. Dus je moet wel. Ja, gaandeweg dan leer je het ook wat beter begrijpen. En dan zie je de structuur van zo'n school ook. Structuur van een school? Ja, hoe die opleiding in elkaar zit. Dat je dus dan, bijvoorbeeld in het eerste jaar kregen ze daar, dus in de bachelorfase, eigenlijk best wel gedegen traditioneel onderwijs met heel veel naar model schilderen. Oh, ja. Echt dagenlang achtereen. En heel veel technische kennis over hoe de verf, wat verf eigenlijk is, hoe je dat zelf meent en hoe je nog op de ouderwetse manier doeken opspant. Dat is op die master of op de gewone academie? Op de bachelor daar. Op de bachelor, ja. Oké. Okay. Maar dus de bachelor daar duurt 3 jaar en geen 4 jaar zoals hier. En de Belgische studenten die stromen eigenlijk ook direct door. Dus die doen een master eigenlijk als 4 jaar aansluitend op de bachelor. Dus die zijn 2-3 jaar lang bezig geweest met modelschilderen en dan mogen ze op een gegeven moment los. En dan gooien ze dat ook allemaal meteen overboord. Dus op zich dan dus. Wat een raar, zit dat raar in elkaar? Ja, je doet eigenlijk allemaal dingen die daarna onmiddellijk verboden worden. Die ze zichzelf verbieden. Ja, maar dat doen die docenten maar. Toch ook? Nou, die vinden alles goed. Oh. Maar ze hadden wel op jou kritiek, maar was dat omdat je een Nederlander was of dat zo? Denk ik, of? Ja. Nee, maar ze echt, maak je echt heel anders, was je werk echt zoveel klungeliger als dat van hun die dan zo lang model hadden gehad? Nee, dat vond ik zelf wel mee. Maar ik kan me het ook niet goed voorstellen dat dan ze zo... Ze waren sowieso inderdaad wel kritisch op Nederlanders. Ja, natuurlijk, maar Nederlanders zijn ook heel arrogant. Dus ja. Alleen toevallig jij niet, maar... Maar dat wisten ze nog niet. Nee. Echt een raar verhaal, dat je, dus je schildert 2 jaar figuratief met modellen en dit en dat. En dan ga je naar die master en dan gooi je het allemaal van je af. Ja, niet iedereen, maar de meesten deden dat wel. Maar mensen komen niet op die bachelor op het idee om dan die bachelor anders in te richten. Nee. Want waar wordt er in godsnaam nog 2 jaar lang alleen maar model geschilderd? Bestaat er ook bijna in Nederland niet meer, hoor. Nee. In Gent. Maar volgens mij in Antwerpen ook nog wel. Ja, grappig. Maar niet een slechte basis voor surrealisten, toch? We moeten even terug naar die picturale ruimte, want je wil de ruimte ingewikkelder maken. Vind je is dat niet een van de allermoeilijkste dingen die er is? Om de ruimte, zeg maar, ingewikkeld, dat je ogen kunnen blijven zoeken? Ja, maar dat maakt het denk ik ook wel interessant, omdat je dan, misschien is het ook helemaal niet haalbaar, maar ik denk dat je wel iets moet nastreven wat in ieder geval gewoon een uitdaging is. Dat je ervoor zorgt dat je ook tijdens het schilderen steeds weer voor verrassingen komt staan, dat je problemen moet oplossen in het beeld. Ja. En dat je ieder schilderij weer iets nieuws kan verkennen. Ja, want je ging daar weg en op een gegeven moment staat aan het einde van dit boek, dus 2 jaar geleden, toen dit heb je kunnen maken omdat je de Sigur White Award kreeg, ik weet niet of iedereen dat weet. Dat waren twee, ik heb ze nog wel gekend, Helen. Hij exposeerde altijd in Lunteren, waar ik vandaan kom, in de Kippenlijn, een stationnetje. En daar moest ik op de trein naar Ede en dan naar Arnhem, naar de academie. Maar hij exposeerde daar altijd en zij ook wel eens. Maar waarom was ik bij hun thuis geweest? Maar wat wou ik daarover, waarom beginnen we daar? Ze hebben een stichting op, nog toen ze leefden, hebben ze een stichting opgericht. Omdat ze wilden ook hun eigen werk onderbrengen, want lang niet alles is natuurlijk verkocht. Ze hebben wel goed verkocht hoor, maar er was nog een heleboel over. En dat hebben ze in een stichting ondergehouden, maar dan willen ze met geld willen ze ook weer jonge kunstenaars steunen. Nou, jij was de derde winnaar volgens mij zo'n beetje. Toen kreeg je bij Reutengalerie, ik weet nooit hoe je het Reuten, in Amsterdam een tentoonstelling, toen mocht je dit boek maken. En maar dat eindigt, mooi boek trouwens, prachtig gedaan. Je gaat het dan hebben op het laatste over dat je eigenlijk je wilt meer grip proberen te krijgen op je beelden door kijkdozen te gaan maken. Ben je dat ook gaan doen? Nee.
Nee. Dat was een vaker worden. Maar... Nee, maar misschien niet in letterlijke zin. Dus ik heb geen kijkdozen gemaakt om beelden dan op die manier eigenlijk samen te stellen. Maar misschien ben ik wel de collages meer als een kijkdoos gaan beschouwen. Okay. Zodat het ook in deze werk die in deze tentoonstelling zijn die collages ook wat minder definitief. Dus in die zin gebeurt er ook meer tijdens het schilderproces. Dat soms ook, had ik alleen maar een idee voor een achtergrond en ben ik eigenlijk die figuren later gaandeweg het schilderen gaan toevoegen. Waardoor je dan ook al wat meer zo'n kijkdoos effect krijgt, omdat je steeds meer eigenlijk een nieuwe laag toevoegt tijdens het schilderen. Dus meer dat je bent je meer bewust van een laag, van de lagen en van dat de dingen kunnen verschuiven ofzo? Ja, en dus meer bewust van de verschillende facetten in een ruimte zijn. Als je zo'n schilderij, het is natuurlijk een plat beeld. Maar als je het dan als een ruimte iets voorstelt, dat je dus eigenlijk verschillende niveaus hebt. Ja, precies. Echt ergens iets op een achtergrond. Ja. Dat is ook precies het probleem van, geef je les nog? Je hebt wel les gegeven in het begin een beetje, hè? Ja. Ik merk dat de academie ook eigenlijk altijd wel weer, dat als ze met, ze kunnen met model schilderen, vinden ze ook superleuk. Maar daar kunnen ze eigenlijk ook niet veel meer mee dan dat misschien de makker daar in Gent ook wel een beetje. Dan heb je een model en dat zit je dan te schilderen en dan. Ja. Doe je zo of doet die model zo of doet die zo, dan wordt het al inhoudelijk, bij wijze van spreken. Dat model zit er ook niet eeuwig, dus dan op een gegeven moment gaan ze met plaatjes werken, maar ze vinden het ontzettend moeilijk om een plaatje te veranderen. Dus dan vind je iconische plaatjes op internet. Ja. Je gaat natuurlijk geen lelijke plaatjes stelen van internet, dus dat zijn op Flickr of Pinterest allemaal mooie plaatjes, maar ze kunnen dat niet veranderen. Ja. Ze kunnen niet gaan dus dan moet je eigenlijk leren om het los te knippen. En dat doe je natuurlijk al lang, en dan in elkaar schuiven. Ja. Maar wat zou dan de functie zijn van kijkdozen? Meer dat je het... Je zegt wel iets over van het perspectief van een andere hoek. Ja, dat je dan natuurlijk dan als een soort, dan zie je echt zo'n ruimte voor je. Precies. Dan kun je dus als je dan gaat kijken van ben ik meer recht van voren het beeld benaderen of juist meer van opzij. En dan zie je wat meer wat er gebeurt. En meer naar voren en naar achteren kan natuurlijk ook makkelijker. Ja. Doe je dat met collages ook, dat je dan gewoon zo los, als een soort puzzelstukjes heen en weer schuift? Ja, en ik probeer het zo min mogelijk eigenlijk uit hetzelfde beeld te putten, met je dus inderdaad... Ja, wat je zegt, iconische plaatjes, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Ja, misschien heb ik het hier dan wel weer gedaan, maar als je echt gewoon al een beeld gebruikt wat al helemaal bijzonder is van zichzelf, dan hoef je eigenlijk ook niet meer te gaan schilderen. Dat heeft inderdaad weinig zin. Draad je ze dat dan af? Of, Nee, in het begin niet, maar later wel. Ja. In het begin maakt dat niet uit. Ik wil even wat, ik heb een paar dingen, mijn stick staat een, jouw tekst van de website. Wat, kan dat nog even? Zitten we al aan de drie kwartier? Ik heb niets van. Oh, nou ronden we het bijna af. Dan gaan we even naar dat tekstje. Ik kan nog heel veel meer willen vragen, maar ja. We kunnen de hele middag doorgaan. Ja, maar dan wil ik wel bier erbij. Kijk hoor. Je hebt zelf ook een tekst geschreven in dat boek, die is vrij theoretisch. Ja. Daar moeten we niet al te veel op ingaan. Nee, die moeten mensen zelf gaan lezen. Oh ja, dat tekstje, die is wel heel leuk. Daar had ik nog wel een paar vragen over. Kunnen we die even meelezen? Dit is de begintekst van je website. Die staat er niet voor niks. Ik had het willen uitdraaien, maar ik ben het kwijt. Dit is het begintekstje. Zal ik hem voorlezen? Ja, doe jij dat. Dat is een goed plan. Dat is nu de tekst nog op je website, toch? Ja. Als je hem opent, dan krijg je deze tekst. Mijn schilderijen zijn fantastische voorstellingen van groepen mensen in een theatrale setting. Dansende, feestende en afwachtende figuren worden afgewisseld door clowneske of duistere wezens, gevangen in een tableau vivant. De figuren op het doek zijn geïnspireerd op verschillende episodes uit de geschiedenis. In de krant... Online of gewapend met de camera op straat zoek ik naar figuren en andere beeldelementen waarmee ik de voorstellingen componeer. Ik reik de kijker verschillende handvatten aan om een mogelijk verhaal te construeren. Personificaties en archetypen als de dood, het leven, het geloof, de dwaas of de moeder kunnen de revue passeren. Deze rollen bieden een kapstok om het schilderij verder te interpreteren, maar vormen geen definitief raamwerk voor betekenis. Precies. Dat bedoel ik. Zo. Maar dan, ik had een paar vragen over.
Ja, daar komt. Kijk, die woorden. Ik had even die woorden eruit gehaald. Kijk, dan is een afwachtende figuur er allemaal. Maar de dood. Hoe nadrukkelijk is de dood aanwezig in het werk? Ik denk dat als je schilderijen maakt over de mensen in het leven, dan zit dat natuurlijk altijd als een soort sublaag, zit dat er ergens wel in. Maar omdat ik dus van die schilderijen heb gemaakt waar er nog veel meer figuren op staan, hier zijn ze eigenlijk alweer een beetje teruggedrongen qua aantal. Waar dus allerlei verschillende figuren samenkomen, dat zijn veelal eigenlijk een soort afwachtende, toeschouwende, aanschouwende types. Maar enkele figuren dan in die tafereel, in die tableaus, die zijn dan wat meer uitgelicht als het ware. En die vervullen dan een beetje de rol van ofwel dus een personificatie of een archetype. Net zoals dat hier deze twee ook een soort archetype zijn, vind ik. Waar zijn zij archetype voor in dit geval? Daarvan een soort grootheidswaanzin van het leiderschap, wat zij pretendeert. Maar hebben die zilverruggen daar ook niet heel veel last van? Ja, ook. Ja. Ja. Dan denk ik ook van. Maar goed, je geeft ook geen uitsluitsel natuurlijk over de betekenis van de. Is dat niet een beetje de tragieke ook eigenlijk? Want je hebt het er wel over, over geloof ook. Maar dat lijkt bijna een escape uit de evolutie. Want daar moesten we nog even naar terug, naar de evolutie. Je zegt eigenlijk, er is geen officiële zingeving. Dat vond ik ook een heel leuk zinnetje. Ik weet niet of het misschien uit een ander tekstje. Ja, dat vond ik wel een heel mooi stukje. Dan dacht ik, dan moet ik eigenlijk ook even. Dat vind ik natuurlijk zelf interessant. Kan ik het vinden? Heb je ook, iemand zegt ook nog, verborgen poetst de realiteit weg. Die vond ik heel grappig. Oh ja, nou weet ik het weer. A white horse is not a horse. Die vond ik heel leuk. Toen dacht ik, moeten we het ook nog over racisme gaan hebben? Want je doet ook een heel donker iemand die je geen neger meer mag noemen. Ja. Tegenwoordig, die maak je wit. En een blanke maak je zwart en daar worden tegenwoordig mensen over aangeklaagd of met de dood bedreigd. Ja, ik was met dat wel misschien te vroeg. Ik denk dat het beter was geweest. Als je dat geweten had dan nog gedaan? Ja. Toch nog? Ja. Maar zoveel donkere mensen komen er helemaal niet in schilderijen voor, toch? Nee. En China, nu wel een andere Chinese gorilla. Stammen we wel allemaal, alle mensenrassen zijn wel gelijkwaardig, toch? Een beetje? Ja, en als okay. Staat niet. En wat is de plaats van een religie eigenlijk? Want je noemt er wel het geloof, of bedoel je dat heel breed? Nou, dat is ook vrij breed. En ook omdat dan, ik vind het wel dan boeiend dus over die personificaties en die archetypes. Om dan dus bepaalde figuren in een doek neer te zetten. Twee minuten nemen. Om bepaalde figuren in een doek dan neer te zetten. Die dus meer zijn dan alleen maar een figuur, maar die dus iets symboliseren. Dus zodra je dan een figuur afbeeldt die een soort cape draagt of die een bepaald symbool. Ja, dan krijgt het gelijk iets van een processie. Ja, die dus iets die je kan identificeren als iemand van een geloof. Of ook volgens zodra je gaat werken met hoofddeksels, dan krijg je ook al gauw connotaties met religies of met fanatici. Ja, of Prinsjesdag, want dan hebben die mevrouwen ook allemaal zo'n ontzettend mooi hoedje op, toch? Maar dat is ook een symbool dat ze zich ergens achter verschuilen. Dat je natuurlijk een soort identiteit opplakt. Zie je echt als iemand van jouw generatie, wat maakt jouw generatie anders dan bijvoorbeeld mijn generatie weer? En nog weer anders dan hippies? Of jaren 50, die spruitjes lucht? Zie je jezelf als typische vertegenwoordiger van je eigen generatie? Ja, ik weet niet of het typisch is, maar ik denk wel dat je natuurlijk, dat iemand die nu schildert gewoon van mijn leeftijd, dat je dan natuurlijk wel gewend bent om naar heel veel media te kijken. Dus dan allerlei invloeden, die haal je ook overal vandaan. Exact. Dus dat kan ook uit film, uit teksten, literatuur, uit muziek komen. Misschien ben ik in die zin plaatjes uit de cloud. Ja, en misschien ben ik in die zin niet typisch, omdat ik natuurlijk wel echt vasthoud aan het schilderen. Dat heel veel kunstenaars van mijn leeftijd, die zijn natuurlijk veel... Ja, vind je dat moeilijk? Veel meer crossover bezig. Zie je het schilderen als een beetje in de marge gedrukt, ten onrechte? Nou, misschien is het niet... Ik krijg niet de meeste aandacht, maar ik weet ook niet of dat erg is. Ik denk dat schilderkunst sowieso natuurlijk, het heeft zo'n sterke traditie, die kan ook een nadeel zijn, maar het is wel iets wat zo puur is, of wat zo duidelijk bij de mens hoort. Met, al die vroege godsschilderingen, dat is natuurlijk niet voor niks, dat mensen altijd al de neiging heeft gehad om zichzelf te willen uiten met verf en met kleur, om op die manier de wereld te verbeelden. Dus ik denk dat dat ook altijd wel blijft, of het nou populair is of niet. Nee.
Er zit een soort tragiek in je werk, ook in het boek. Dat je, ik weet niet, dat wordt nergens genoemd, maar het gaat nadrukkelijk over een soort postmoderne tijd. Hè? Ja. De einde van de grote verhalen. Kun je daar nog iets over zeggen? Je bent niet religieus vermoedelijk, maar je refereert aan het geloof, maar vaag. Je ziet eigenlijk alles als een soort... Kijk, we worden eigenlijk geboren, iets, ja, bijna zo, ergens, dat kon je vinden. Maar alsof het leven helemaal niet eens betekenis heeft. Oh ja, ik heb hem. Waarom is het leven van zichzelf geen verhaal? Maar overkomt het ons zonder betekenis? Dat is toch best een beetje droevig. Waarom is het leven van zichzelf geen verhaal, maar overkomt het ons zonder betekenis? Vind je niet sneu? Nee, ik denk dat de mens juist dus daarin zoekt, altijd zijn verhaal heeft de neiging om er een verhaal van te maken, om alles te interpreteren als een set van logische gebeurtenissen. Maar dat blijft jouw kleine verhaal? Of? Nou, ik denk dat de neiging... Daar zit je niet mee. Dat vinden jullie zelf geen punt. Dat is misschien jouw generatie. Jullie vinden het allemaal dat iedereen van die verhaaltjes maakt zo en dat je het zelf maar moet interpreteren en er wat van maakt. Ja, dat is misschien dan inderdaad van deze tijd of van mijn generatie, dat je natuurlijk alles relativeert, misschien wel te veel, maar dat je je niet vastpint aan een bepaalde overtuiging of een bepaald geloof. Zou je soms, dat is natuurlijk bij Neo Rauch ook een beetje, die kan klasse goed schilderen, maar hij pleurt altijd weer van alles met elkaar en hij wil niet uitleggen wat hij ermee bedoelt. Ja. Is dat niet ook tragisch? Moet zo iemand niet... Ik ben toch nog wel meer geneigd om mensen echt voor het blok te zetten. Denk, nou, dat vind ik dat je hier wel ietsjes meer doet, voor mijn gevoel. Niet per se kritiek hoor, maar het is meer wat ik zelf zou willen. Mm-hmm. Heb je niet zo, soms zou je denken, ik wil... Ja, je kunt natuurlijk een soort toneelvoorstelling maken en dan loopt dus iemand en doet iemand zus en iemand doet zo, maar iedereen in zijn eigen wereldje, heel solipsistisch. Maar heb je niet zoiets van, ga ik eens even een statement wat je hier een beetje doet? Heb je dat niet? Dat jij de regie neemt en zegt, dit is het verhaal wat ik ga vertellen. En dan gaat er echt een keer iemand dood in mijn schilderij en nou... Misschien gebeurt het wel vaker, maar ik denk dat sowieso natuurlijk schilderkunst misschien niet het medium is om dat op die manier te doen. Oké. Omdat je kan wel een beeld hebben bij een overtuiging bij een schilderij van waarom je dat je iets wil overbrengen op een bepaalde manier. Maar iedereen bekijkt het toch weer anders. Ik denk dat schilderij niet bedoeld is om heel sterk te overtuigen of om iets heel uitleggerigs over te brengen. Een schilderij is multi-interpretabel, omdat iedereen het op zijn eigen manier bekijkt en iedereen neemt zijn eigen associaties mee. En iedereen heeft dus andere connotaties door het gebruik van de kleuren, de vormen. Ja. En dan heb je gewoon volledig vrede mee. Ja, dat vind ik ook wel de kracht eigenlijk van schilderkunst. Ja, precies. Je volgende schilderij, dat wil ik nog weten. Heb je er al één weer? Nou, nog niet echt, nee. Dat is het dan niet ook iets te broeden? Ja, jawel. Dat ik wel. Ik ben nu wel veel foto's aan het maken van hier in de stad. Van situaties van mensen en objecten. Dus ik denk dat wat meer invloeden uit de stad terug gaan komen hier. Oh, leuk. In nieuw werk. Heel goed. Dankjewel voor het gesprek. Ja, jij bedankt. Leuk. Dankjewel. Zeker met een biertje erbij.